denk dat niks. Scheiding, joh. Ik dacht, leuk pakketje, we hebben weer onzin gekregen. Nee, trek mij, trek mij. Nee, ik kan echt niet af. Ze kunnen hier af. Oh, niet killen. Oh. Bij mij echt helemaal niet. Goedemorgen jongens en meisjes, leuk dat jullie weer zijn bij deze nieuwe video. Vandaag is het, gaan we het leuk beginnen. Ja, oké, we gaan het leuk beginnen. We hebben namelijk twee pakketjes binnen. Woe. Filmen? Goedemorgen. Ja. Ja, dat zeg ik automatisch, maar het is eigenlijk al 3 uur, want we hebben nog niks gedaan. Ik heb een cadeautje. Oh, oude snoepet. Van wie zou die zijn? Ik had een idee. Hey! Yo, Kevin, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Maak er een leuke dag van en geniet van het lekkere weer. Erik, dat is mijn designer. Lekker! Hey, hier had ik al zin in, man. Ja, ik ook. Dankjewel, Erik, als je dit ziet. Bedankt. En hier nog iets. Oh! Volgens mij is dit fucking leuk. Ja, tegenlicht er zeker. Gast, dit is iets zieks, volgens mij, man. Serieus, zonder grappen. Komt uit China. Oh. Zie je al wat het is? Oh, zo ziek, gast. Vind je niet vet? Jullie weten niet wat het is, hè? Ledlampjes of zo? Ledlampjes voor op je helm. 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 Vind je niet vet? Ja, cool. Doe ze opplakken dan. Ja, dat gaan we ook doen. Op die Supreme bril. Helm. Gaan we proberen? Kijk hoe dik. Stond wel bij dat je voor, dat voor twee helmen was. Dacht ik. Alleen is het toch onhandig dat je zo'n groot kastje erbij doet. Ik zit graag je oor. Ja, soort oorbel. Oké, zullen we even. Ja, maar er zit geen batterij in. Kom, pak even de helm. Oh ja, als jullie denken wat loopt, kun je daar. Er is iets gebeurd. Er is dus iets gebeurd. Ik was aan het spelen in de tuin. Hé, hey, waar is de bril? Waar heb je die gelegd vorige keer? Ligt die nog bij jou thuis? Ja, denk het wel. Oh. Nou. Volgens mij heb ik die niet mee opgedaan tijdens het lopen. Nee, denk ik ook niet. Want hij is stuk natuurlijk. Maar wat er was gebeurd. Ik was aan het spelen, hè? Heb laatst natuurlijk de Kick to the Moon geleerd. Dus ik deed zo'n setup en ik dacht, ah, lukt wel. Dus ik doe hem zo. Ik denk, waar ben ik? En toen dacht ik, ik kan dit niet landen. Als ik op mijn voeten land, gaat fout. Dus ik dacht, ik laat me gewoon vallen op mijn knieën. Dus ik val zo, geen pijn. 1 seconde later, oh, heel pijn. En nu nog meer pijn. Dus deze knie is helemaal naar de pauper. Pauper. Oké, cool. Ga even kijken, want kijk, we hebben dus een helm. Alleen, ik weet niet zo goed hoe dit moet. Hij is ook weer opgevouwen. Doen ze altijd wish pakketjes en dat soort dingen doen ze helemaal zo vouwen en dan is het heel kut daarna. Niet zo? Het is gewoon net niks. Nou, hij is een beetje kort. Er zit ook een gekke bocht in waar je denkt van, oké. Ja. Ik dacht dat het heel vet zou worden. Dat mocht niet baten. Ik wil hem wel even aanzien eigenlijk. Laten we dat eens ergens anders proberen. Maar je hebt een rode bril en je hebt blauw licht. Er stond volgens mij dat je verschillende kleurtjes kon doen. Oh, oké. Ik weet niet hoe ze dat willen doen. Misschien per draadje of zo. Of maakt dat niet uit. Nou, dat het door de draadje komt. Nee, dat kan niet. Luister. Piept als een malle. Ja. Het heeft een storing. Misschien met de microfoon kan, hè. Maar, ja. Moeten we hier nou mee doen, hè? De prullenbak. Het is gewoon weer net niks. Ik zei, waarom is dit kastje ook zo pauper? Dat is toch stom? Die opplakken? Nee. Nee? Ik denk niet dat het zo. Je gaat toch niet een heel kastje op je helm? Dondert er ook weer vanaf of zo? Ja, dat is waar. Hè. Ik denk dat niks. Scheiding, joh. Ik dacht, leuk pakketje, hebben we weer onzin gekregen. Wordt niks. Nee, nou, dat was leuk, jongens. Leuke unboxing. Voor vandaag hebben we wel weer een ander super vet idee. We gaan namelijk met een soort van kart die ik heb, een elektrische kart, gaan we. Gewoon een beetje racen. We wilden eigenlijk eerst een kartbaan in de tuin maken. Alleen, ja, op gras gaat dat niet zo goed. Dus we hebben dan heel veel planken en dat soort dingen nodig. Alleen die hebben we helemaal niet. Dus dat kan niet. Nee. Dus we hebben iets anders bedacht. En we gaan hem even ophalen. Hij ligt namelijk bij mijn vaders werk. Die had hem daar even geleend. En nu gaan we hem even ophalen en dan gaan we wat leuks mee doen. Ja. Let's go! De kart die we gaan ophalen, die kan 19 km per uur. En hij kan super goed slippen. Dus dat gaan we vandaag even goed testen. Zo. Hij ligt erin, hoor. Ja, hij ligt erin. Pak jij hem even eruit. Ik ga hier zo. Die bank. Oh, bank? Oh, nee, bank. Oké, daar gaat hij. Let's see.
Lekker bruf. Goed gedaan. Oké, we gaan even met z'n tweeën erop, want we moeten anders heel ver lopen. Ja, gaat. Oké. Ja, hallo. Ik moet bij jou op schoot. Nee, dat kan wel. Hè? Ja. Ja, maar. Ja, goed zo. Niet te hard. Nee, ik ga helemaal niet hard. Oh. Niet te hard. Niet te hard. Ja. Niet te hard. Ik kan echt niet goed van. Mijn andere voet staat heel kut. Oh. Zou ik slippen? Hey, ik mag daar. Ik mag daar. Wat doe je nou? Ja, even zitten. Laat me even zitten. Ah, je bent zo'n klootzak. Gaan we beginnen? Ja. Tel jij maar af, ja? 2, 1. Ga door, hè? Oh, knie uitgekomen. Oh, mijn knie doet zo'n pijn. Jouw beurt? Naar verloren. Ja, zo snel, hè? Gaan we dan daarheen? Ja, wil je daarachter? Ja. Ah, ik heb mezelf heel pijn gedaan, man. Ik dacht ik ga slippen, maar het gaat te ver, man. Ik denk dat jij moet rijden. Okay. Ik ben serieus. Ja, okay. Ik heb echt pijn, hè? Okay. Oh, ik heb zo'n pijn. Ik breek wel weer iets voor de vlag. Ja, beter. Okay. Gewoon naar het ziekenhuis. Gaat hij dat zeggen? Oké. Streepje. Lekker gast, we gaan even daar naar achter, want daar heb je een soort stuntbaan. Ja, niet dat we hiermee echt kunnen stunten, maar daar kunnen we wel een beetje leuk doen. Dus we gaan eens even daarheen. Oh, maar net gast, hij is een beetje te slow. Nee, ik hou niet. En wat als je hier vanaf gaat? Hij heeft geen rem, hè? Doe even. Is het mijn schuld als die kapot is? Hè? Nee, het is niet jouw schuld als die kapot is. Ja, want straks gaat hij slippen tegen die muur of zo. Ja, probeer even. Dat zie ik. Ja, dat niet tegen die muur, maar ik bedoel gewoon rijden. Hij is echt veel te slow, gast. Nee, trek mij. Ik kan echt niet achter de haar, want ik wil deel ook. Ah, wat een flikker. Ga nu een deal. Dat was een grapje, ik hield het tegen. Ja. Ik heb heel mijn dood. Go. Nee, gast, ik vind het heel eng deze. Nee, doe even, kom op, één keer. Ging nog best goed. Maar het is zo kut dat hij geen rem heeft. Ja, dat is eng, hè? Ja, dan ben ik bang. Ja, dat snap ik wel. Gast, ik had eigenlijk leuker verwacht dan dat het is. Ja, ik ook. Ja, hè? Maar ik kom niet eens zo'n ding om. Nee. We kunnen alleen af. Ja, matig. Oké, Daan, ik heb een leuk idee bedacht. We zijn namelijk weer in dit middelste cirkeltje. En we dachten, ja, misschien kunnen we daar iets leuks doen, maar dat was vrij matig. Dus hebben we iets nieuws bedacht. We gaan namelijk in dit rondje slippen. En je moet zo lang mogelijk kunnen slippen. En het liefst meerdere rondjes. Maar je mag daarbij niet een overslip maken, dus een heel rondje. Dan is je slip voorbij. Dus je moet gewoon zo lang mogelijk proberen. Ah, Oké, ga jij als eerst? Ja. Dus laat even zien wat zo'n overslip is. Dat mag dus niet. Dit is wat ik ga tollen. Ja. Oké, ga ik dat even laten zien. Kijk, dat mag niet. Dat deed je best wel clean. Kan ik wel. Maar je moet dus zo lang mogelijk zeg maar zo alsof je door de bocht gaat slippen, weet je wel? Ja. Oké? Ja, maar let op, hè. Oh. Let op. Als ik die hendel doe, dan ga je gewoon. Nee, dat kan. Nee, wel, probeer eens. Oké, daar gaat hij. Nu voor het echie. 1, 2, 3. Wel 3 seconden, lekker. Dat kan echt niet. Wel, laat mij eens proberen. Doet hij het? Ja. 3, 2, 1. Go. Hey! Ah,
maar niet vol gas, hè. En kijk, dit was pas een slip, die streep, zie je dat? Nee! Dat is echt één seconde. Ik heb constant die hendel. Okay, maar nu is vol gas dan. Dat deed je niet, hè? Nee. Is moeilijker, hè? Ja, dat kan. Ja, kan. Gaat hij weer. Chicken. Oh. Oh, niet killen. Oh. Bij mij echt helemaal. Kijk die band voor, kijk die band. Ja, nu kan ik zien wat je doet. Kijk nou die band, gast. Kijk hoe zacht die is. Hij staat helemaal. Ja, maar ik kom dan bij zwaar gaan. Ja, we zijn een beetje zwaar, hè? Oké, okay, ik heb gewonnen. Gaat hij dat? Mag ik ook een keer als ik langzaam ga dan? Ja, nou, ik ging niet langzaam, maar ik ging ook niet vol gas, klopt. Kijk, ik kan het ook. Nou, nah, flikker, zo slow ging hij ja, niet. Kijk hoe lang, kijk dat, helemaal omhoog, hè. Oh. Ik heb sowieso gewonnen. Oh. 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 Ga door, ga door, ga door. Ga door, ja! Oh, nee. Ga sorry maar op dat filmpje. Ga door, ja! Pik. Het draait nog steeds. Oh, het draait nog steeds. Maar weet je wat ik ook altijd heb? In de attractieparken ga ik nooit in draaidingen. Dan weet ik gewoon dat ik moet spiegelen. Ja, dat is naar, hè? Nee, ik kan het niet. Draaimolen vind ik net te doen. Zweefmolen nog oké, maar verder ga ik niet. Nee, precies. Ik word zelfs misselijk van die theekopjes. Ik ook, gaaf. Die theekopjes zijn verschrikkelijk. Ja, hij deed er wel heel veel, hè? Hij deed heel veel rondjes. Ik ben nog steeds aan het vloggen. Wil je iets zeggen? Nee, ik ben spannend. Ik snap het. Daan, tijd om te gaan? Ja. Let's go, we gaan. We gaan er vandoor. Let's go. Hey Dan. Was gezellig. Rustig. Later gast. Tot vrijdag denk ik. Ja, yeah, is goed. Later gaat. En wij gaan door. Ik was namelijk onderweg naar Isa. En Isa die is hier eindelijk weer. En is een tijdje niet hier geweest. Ook niet op mijn verjaardag. Toen was ik wel heel even bij haar. Maar waarom dat is, dat vertellen we morgen, want er was een probleem en daardoor konden we, wilden we, mocht het niet. We mochten niet bij elkaar zijn, nee. Kon gewoon niet. Maar dat, morgen in de vlog en we hebben net best wel lang gekletst bij mijn ouders, want die hadden Isa natuurlijk nog niet gezien sinds ze terug was van vakantie, dus vandaar. En nu is het alweer lekker tijd om te gaan slapen. Isa die moet morgen weer vroeg opstaan, want die heeft rijles. En binnenkort mag je weer opnieuw afrijden, hè? Ja. Dus dan gaan we hopen dat ze het wel haalt. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem weer leuk vonden. Ik zie jullie morgen om 4:30 weer bij een nieuwe vlog. En morgen vertellen we dus alles over wat er is gebeurd. En waarom we niet bij elkaar konden zijn. Tot morgen.